Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Leuk dat je er bent. Ik had heel erg veel zin om mijn meest gedragen outfits van het moment met jullie te delen. Dit afgelopen jaar zijn we meer thuis dan ooit geweest. Ik werk thuis en ik merk gewoon dat als ik in mijn comfortabele outfits blijf, dat ik me niet zo put together voel, niet energiek. Het is wel heel erg fijn om me echt op te maken, om me klaar te maken. Om dus ook gewoon leuke outfits aan te doen waar ik me goed in voel. En waar ik me niet zo vet chill, heel dag in zit. Voordat we dus doorgaan naar de outfits, wilde ik eventjes deze met jullie delen. Dit heb ik eigenlijk bijna altijd aan als ik gewoon lekker ga chillen, als ik niet aan het werk ben. Ik was al heel lang op zoek naar zo'n pak. Deze is van de Pull&Bear en hij is zo ontzettend zacht. Kijk, de stoffie. Hij sluit ook gewoon heel erg fijn aan. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Lekker beige. Hij is ook gewoon perfecte lengte. Laten we uit deze comfy, chill pak nu gaan. Stylebox ontvangen, deze hele look. Ik vind het echt gewoon heel erg cute. Het doet me een beetje denken aan Gossip Girl. Het zit gewoon heel erg lekker en ik voel me wel gewoon heel erg dressed up en het voelt ook wel heel erg fijn. Deze lange Spencer is origineel van de H&M. Deze blouse heb ik eigenlijk geen idee van en deze had ik dus in een vintage stylebox ontvangen. Als ik naar buiten zou gaan met deze look, zou ik het combineren met deze zwarte laarzen. Deze zijn van het merk STR Afford? Strafford? Ik heb deze ook tweedehands gekocht in een kringloop. Super mooi vind ik ze. Is een vierkante voorkant. Darling, I love it. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. How do I keep the heat when it gets colder? You know. Sometimes everything just gets hard. Deze outfit draag ik echt ontzettend vaak. Hij is zo comfortabel, maar tegelijkertijd ook heel erg cute. Ik vind de kleur heel erg mooi. En omdat het al van die donkere dagen zijn, draag ik vaak ook wel lichte kleuren. Deze hier komt van H&M. Ik vind het heel erg leuk dat hij hier zo'n split heeft. Dat maakt het toch wat vrouwelijker. Dus hier ben ik mega blij mee. Ik combineer deze vaak met Dr. Martens. En ik vind het heel erg leuk om Docs hieronder te doen, omdat de jurk dan vrouwelijk is en dan Dr. Martens wat stoerder. Love it. Is van een duurzame winkel genaamd Nu In. Zit ook heel erg lekker. Het is echt zo'n gebreide stof die gelukkig gewoon niet prikt. Die gewoon lekker comfy is. Ik vind de knoop heel erg cute. En ik vind het heel erg leuk om te stylen met deze high-waisted geruite broek. Die ik bij de episode heb gekocht. Ik vind bijna nooit perfecte broeken in de kringloop in tweedehands winkels. Dus ik was heel erg blij toen ik deze vond. En ik vind de kleur ook heel erg mooi. En hij zit gewoon heel erg lekker. Qua lengte is hij ook gewoon top. Mocht ik naar buiten gaan, dan zou ik hem combineren met of dit paar sneakers of deze. Deze zijn van Adidas. Vind ik echt heel erg leuk. Ik weet eigenlijk niet meer de naam. Of deze Fila's. Dus ja. En dan heb je dit. Ik draag deze outfit vaak dan met mijn Fila's en deze leren jas. Het is niet. Ik heb dan dit tasje van de Monkey. Deze leren jas heb ik getrift in een kringloop in België. De Circle volgens mij. En dit is een jas van Mark & Spencer. Ik ben echt obsessed met deze jas. En ik combineer het dan met dit tasje van de Monkey. Draag ik
ook heel erg vaak. Dat is zo leuk. Ik hou sowieso echt van deze kleurencombinatie. Dat beige met wit. En dan met gouden sieraden. I love it. Ik heb trouwens daar een spiegel. Dus als ik af en toe daar toe kijk dan... Hé, dan weet je dat. Dit rokje vind ik echt super leuk. Ik heb deze op Diepop gekocht. Ik vind het heel erg leuk dat hij zo'n split hier heeft. En dan draag ik vaak deze knitwear. En deze is van... H&M volgens mij. Volgens mij is het van H&M. Dus ja, en dan met mijn Dr. Martens eronder helemaal ready. En ik vind het erg cute om soms dit petje op deze outfit. Dit is toch een look, jongens. Veel tijd is het petje wel heel erg leuk, maar wel een beetje too much misschien. Ik zou deze outfit eerder stylen met een beanie. Dus ja, dit doe ik dan vaak aan. Met dezelfde knitwear als de vorige outfit, maar dan met een ander rokje. Deze komt van de Monkey. Ik vind het patroon heel leuk en de kleurencombinatie vind ik heel erg leuk. En dit zet ik eigenlijk altijd door de knit zeg maar in mijn rokje te doen en dan een beetje zo. Je bent helemaal ready! Deze jas heb ik het vaakste aan in de winter, dit is zeg maar winterjas. Wat ik zo leuk vind aan deze jas is dat hij echt mega lang is. Hij is lang, warm en gewoon stylish. Ik vind het helemaal leuk. Ik voel me hier gewoon cute in. Cute. Gewoon cute. Tot naar de volgende. Dit is de volgende look die ik heel erg vaak draag. Als je al langer mijn video's kijkt, dan zie je deze looks ook wel regelmatig voorbij komen. Ik vind lichte kleuren heel erg fijn in de winter, zoals ik al zei. Maar ik hou ook wel echt om zo'n all black outfit te doen. En ik vind het broekje echt heel erg cute. Ik heb deze in de kringloop gekocht. Hij is origineel van Polecat. Die fake leather look vind ik heel erg leuk. Ik zoek ook nog een langere broek die zo'n fake leather heeft. En deze comfy kooltrui is ook van de kringloop. En hij is origineel van Most Wanted. Zien jullie hoe comfy? Zo comfy. Ik draag deze echt super vaak. En eigenlijk ook weer met een jas. Ik kan niks aan doen. Het is gewoon die jas. I love it. Dus dit. Ik vind het zo chill. Ik heb dus helemaal ontdekt om turtlenecks onder van dit soort sweaters te doen. Ik vind het echt super leuk. Het is een beetje die American vibe, vind ik. En dan stylen met gouden kettingen, gouden sieraden. Ik heb dit kolletje ergens in een kringloop gekocht. Ik weet echt niet meer welke. Maar ik vind het wel heel erg cute. En deze sweater heb ik gekocht bij een tweedehands winkel. Online. Het heet Fino Kilo en zij organiseren ook altijd vintage markten. Super leuk. En deze had ik dus online gekocht. Hij is origineel van Champion. Echt heel erg leuk. Ik hou heel erg van deze kleur. En dan heb ik deze flared broek eronder. Super comfy is deze. Hij is origineel van Subdued. En ik heb hem gekocht op Depop. Dus ja, ik stel deze outfit altijd met mijn Dr. Martens eronder. Dus ik vind het zo leuk. Ik vind het echt een superleuke outfit. Lekker warm met de kool en met de trui nog erop. En dan tasje, dok eronder. En klaar. Ik ben helemaal klaar om te gaan. Ja. Ontzettend donker te worden. Super jammer, maar dat is gewoon echt de winterperiode. Dit zijn in ieder geval mijn meest gedragen outfits van het moment. Ik heb er natuurlijk nog veel meer. Dit zijn wel echt de meest gedragen outfits. Ik ben er vast nog een paar vergeten. Maar op dit moment vind ik deze het allerleukst. Ik hoop dat je een beetje kledinginspiratie hebt opgedaan. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken.
Mocht je me nog niet volgen op Instagram of op mijn podcast, alle linkjes hieronder in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in een nieuwe video. Ja.